like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Ik vroeg me af wanneer we precies, als we zeggen we gaan dan verhuizen, wanneer we precies de vergoeding krijgen, zodat we ons huis kunnen inrichten. Want voor een kastje naar de muur gestuurd. Van ja, wat moet je zelf ondernemen en wat moet je niet ondernemen? Het is vrij onduidelijk voor mij of ik straks nog mijn eigen woning nog terug kan kopen of niet. Of wat de huurprijs precies zullen worden. Dat weet ik ook niet. Daar kan je geen antwoord op geven. De renovatie in de tuinwijk roept nogal wat vragen op. Antwoord op deze vragen kan men krijgen in het buurtpand van de huismeesters. Maar het is natuurlijk een heel gedoe. Dat moet makkelijker kunnen, dachten een aantal wijkbewoners. En zij starten de website www.klankbordgroeptuinwijk.nl. Iedereen die wat vragen wil, zal het op de website makkelijker doen als ze even naar een wijkpand toe lopen. Daar is niet altijd iemand aanwezig. De website is er altijd 24 uur per dag. Ik vind het een goed idee dan ze die opgericht hebben, die website. Want er zijn heel veel mensen die blijven met vragen zitten. En daar krijgen ze niet altijd antwoord op. En het is misschien te hopen dat ze hiermee antwoord krijgen. Heel goed. Nee, goed, dan kunnen in ieder geval de mensen elkaar een beetje ook vragen stellen. Directe manier lijkt mij om geïnformeerd te worden over het rijlenzeilen in de wijk. En zou u zelf nou ook een kijkje nemen? Sowieso. Ik ga toch even kijken, ja. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Ja. Ik vind het mooi dat bewoners het op deze manier doen. Dat zegt ook iets over hun betrokkenheid bij de wijk en hun betrokkenheid bij dat ze het samen hier nog mooier willen maken. En dat willen wij met hen doen. Dus ik denk dat trots en ook zoiets van te gek, deze energie op deze manier erin stoppen. You like to move it.